Welkom bij deze video-workshop over Spotify. Spotify werd een tijdje geleden gelanceerd in België. En waarom is het zo handig? Wel, je kan er niet alleen je eigen muziekcollectie mee beluisteren, maar je kan er ook muziek mee streamen. Dat integreert naadloos in jouw muziekcollectie, zodat je eigenlijk bijna alle muziek van heel de wereld ter beschikking hebt. Bovendien is er nog het sociale aspect. Je kan alles delen met je vrienden en omgekeerd. Je vindt Spotify op spotify.com, waar je het kan downloaden door een druk op een grote downloadknop. Dan kom je hier terecht en dit is het installatiebestand. Voilà. Je kan Spotify enkel gebruiken met een Facebook account en dan moet je hier even inloggen. Voilà. En dan gaan we even aanmelden. En dan krijg je eerst de Spotify gebruiksvoorwaarden te zien. Die kan je in het Nederlands, Frans of Engels raadplegen en je moet uiteraard akkoord gaan voor je het programma kan gebruiken. Dit is Spotify. Het ziet er een klein beetje uit. Als iTunes met hier het meeste, de interessantste dingen aan de linkerkant, het hoofdvenster in het midden en wat extra informatie aan de rechterkant. Hier zie je een wieltje draaien bij lokale bestanden. Hij gaat nu op zoek op mijn computer naar alle muziek die ik erop heb staan, zodat ik meteen kan beginnen met muziek af te spelen. Zoals je ziet staat hier reclame en hier zal zo meteen ook nog reclame doorkomen terwijl ik naar muziek aan het luisteren ben. Dat komt omdat ik de gratis versie van Spotify gebruik. Als je voor de premium versie gaat, dan krijg je geen reclame en dan kan je bestanden ook streamen naar je mobieltje en dan krijg je ook muziek in hoge kwaliteit. We kunnen nu op zoek gaan naar muziek. Ik denk bijvoorbeeld aan de Stereophonics. Je ziet hier meteen al suggesties staan bij artiesten, albums en nummers. En dan gaat Spotify op zoek naar van alles. Niet alleen in mijn eigen collectie, maar ook op internet. Je ziet dat je ook allemaal informatie krijgt over de artiest in kwestie. Wil je graag nieuwe artiesten leren kennen, dan klik je hier op vergelijkbare artiesten. En dan kan je er zo bijvoorbeeld een paar aanklikken en hun muziek gaan beluisteren. Wil je muziek beluisteren? Dan kan je gewoon op een nummer dubbel klikken. Dan begint het te spelen, maar je kan er ook door de shift-knop ingedrukt houden of met de control-knop een aantal selecteren en die in je afspeelwachterij gooien. Zoals je ziet staan er hier nu een aantal waar je gewoon kunt beginnen afspelen. Deze die wordt wel gewist zodra je Spotify afsluit. Je kan echter ook afspeellijsten afmaken. Die komen hier onderaan te zien. Die krijg je daar onderaan te zien liever. Met een plusje of met een druk op deze knop kan je een nieuwe afspeellijst aanmaken. En dan kan je daar bestanden aan gaan toevoegen. Hier zie je bijvoorbeeld mijn Teenage Dirtbags afspeellijst. Een belangrijk aspect van Spotify is het sociale. Aspect. Dat wil zeggen dat je muziek kan delen met mensen. Bijvoorbeeld door naast een nummer hier op dit knopje te drukken. Dan kan je op Facebook, Twitter, Spotify of Messenger een nummer delen met een optioneel bericht bij. Zo gemakkelijk kan dat zijn. Je hebt natuurlijk ook je vrienden. Als je die aanklikt, dan zie je die hier allemaal staan. En dan kan je bijvoorbeeld eens kijken wat deze mensen zoal hebben staan van afspeellijsten. Of kan je die van je favoriete nummers opsturen, zodat zij er ook naar kunnen luisteren. Wat je ook kan doen is met je rechtermuisknop op een nummer klikken. En dan kan je ze toevoegen aan een nieuwe afspeellijst, aan een bestaande afspeellijst. Maar je kan ook een link kopiëren om die naar je vrienden te sturen. Of gewoon klikken op delen met. En dan kom je hier weer terecht, Facebook, Twitter, Spotify en Messenger. Klik je op iemand, dan kan je hem aan je favorieten toevoegen en dan kan je zo volgen naar welke muziek hij of zij luistert. Spotify zit soms een beetje ingewikkeld in een wat de interface betreft, maar er zijn heel veel mogelijkheden en ik heb zelf al ondervonden dat een lokale bibliotheek met muziek eigenlijk quasi overbodig wordt, aangezien je alles sowieso online vindt in deze erg handige interface.